Welkom bij Healing Sound Movement Televisie. Mijn naam is John Konzenmulder, jullie presentator, producent en interviewer voor dit programma. Wat doen we? Hele bijzondere uitzendingen met kopstukken op het gebied van spiritualiteit, bewustzijn, nieuwe wetenschap, duurzaamheid, gezondheid. Met wie doen we dat? Met Eric Pearl, met David Icke, met Lynn McTaggart, met Raymond Moody, met Desiree Reuver, met Janos Koetsier, met Janos, met Jeanette Ossebaard, met Bert Jansen. Noem het maar op, autoriteiten op hun gebied gaan we de komende maanden uitzenden, wekelijks. Neem een kijkje op healingsoundmovement.com en kijk ook even op duurzaam24.tv voor de uitzendingen van de collega-presentatoren. Wow, dat lijkt wel die brokken boven me zien. Wow, lijken allemaal naaldraden. Waar is mijn wollen kiesje, hè? Ja, dit kan toch goed zo gaan? Ja, die hele baan. Ja. Morgen. Heb je de zandbaan gespeeld of zo? Doei. Ja, schat. Links, hè. Tot morgen. Ja, beste mensen, mijn naam is John Konzenmulder van Healing Sound van Televisie en Duurzaam 24 TV. Even een spontane opname, die hebben we net al op beelden gezien. Dit is vanaf onze woning in de buurt van Alsmeer, dicht bij Schiphol dus. Wij zien elke dag zien wij het druk verkeer. En we zijn op de moord van deze beredende streep. Buiten wij een sluier als het om gewone condensporen. Het zijn dus chemtrails. Het onderscheid is dus heel duidelijk te zien. Zeker voor ons. Een aantal mooie dagen achter de rug. Soortgelijke omstandigheden hier. En we hebben vandaag bijvoorbeeld eigenlijk alleen maar vliegtuigen gezien met condensersporen. Dat zijn dus kleine sporen die zo weg zijn. Die blijven niet hangen. Dat chemtrails breed uitwaaien, heel lang blijven hangen. Absoluut onnatuurlijk patroon. Vaak van dit soort kruisen. We hebben straks dit patroon gefilmd. Hebben jullie gezien? Deze baan, die inmiddels wel uitgewaaid is. Dus lijkend op de bewolking, maar absoluut geen bewolking. Of van chemicaliën, een ander soort gif. En hier zie je dat kruispatroon. Dus hier zie je dat zojuist deze baan voorbij is gekomen. Dat gebeurt vaak. Als je in de lucht een soort boterkaas- en eierenpatroon ziet, een soort grid. En hier ziet kruis links in deze baan die nieuw is. In deze langere baan die uitwaait. Dat zijn geen normale vliegtuigcondensersporen, maar dat zijn chemtrails. Vandaag was er de hele dag een blauwe lucht, geen wolkje aan de lucht, letterlijk. Eens wat ik gezien heb, dat vandaag heeft gecheckt, is wat vliegtuigsporen. En dan zie je inderdaad druk vliegverkeer. En dan zie je al nog geen rondvorming, je ziet alleen de vliegtuigen. Ik weet dus niet of dit bijvoorbeeld je hebt kunnen zien, om weer te richten. Of dit een vliegtuig is wat gewoon sproeit of een lens achterlaat. Als het zometeen lang uitwaait en lang blijft staan, is het dus geen normale condensspoor. Het heeft niks te maken met afstand, hoe dichtbij ze zijn of wat voor vochtigheid. Het lijkt gewoon dat dit soort bewolking die net nog niet was, even duidelijk zijn. Wordt gewoon gevormd voor de uitwaaiing van deze chemtrails.